ze wel. Ja, je had het goed hoor, bezep en spon. Ja, dus jullie kunnen ook gewoon allemaal plat tegen me praten, dat versta ik ook. Hier is ze dan. Ja, hier is ze dan. En dan praat ik ook gewoon plat terug. Dus, zo giet dan. Fijn dat ik er mag zijn. Het heeft even geduurd. Het is 2 keer verzet inmiddels. Hé, hey, bekende, wat leuk. Hé, hey, hallo. Jullie mogen straks allemaal wat dichterbij komen. We gaan even heel rustig beginnen. Eventjes een beetje erin komen ook met z'n allen. En dat doen we met een nummer van Bonnie Raitt. I Can Make You Love Me. Thank you.
Nou, ik zal proberen, want ik praat normaal altijd heel veel op podium, omdat ik dat gewoon heel gezellig vind. Ik zal het proberen te beperken vanaf. Vorige keer hadden we een livestream, maar dat was 3 jaar geleden of zo. Ja, ik heb met corona. We hebben het overleefd. We hebben het overleefd, allemaal, hopelijk, toch? Ja, want waren jullie niet. Hey, en toen hebben we deze sessie ook gedaan. En ik heb wat liedjes proberen te verzamelen die ik zelf ontzettend gaaf vind. Of van artiesten die ik heel leuk vind. En later ook nog een liedje van mezelf gaan we spelen. En hopelijk vinden jullie die dan ook heel leuk. Maar mijn zangcarrière, voor zover je dat zo mag noemen, is begonnen ooit met een zangeres. Die zag ik op 4-jarige leeftijd. En toen kwam ik thuis van de kleuterschool en toen zag ik Linda Ronstadt. Die zag ik in de 80's store. En ik dacht, oh, dat wil ik later ook. Ik wil zangeres worden. En ik heb haar hele leven gevolgd. Helaas kan ze zelf niet meer zingen. Ze heeft de ziekte van Parkinson. Maar zij heeft met de gekke muzikanten heeft ze gewerkt. Little Feat onder andere, gaan straks ook nog een nummer van doen. En door haar kwam ik ook bij te gekke, bands, de gekke artiesten terecht. Andrew Gold, die heeft weer meegewerkt aan dit liedje. Linda Ronstadt vond dit liedje, wat we van haar gaan doen, eigenlijk helemaal niks. In het begin. Want ze vond het te Beatle-achtig. En dat klopt ook, want haar producer kwam bij de Beatles vandaan. En bleek het haar grootste hit te worden. Dit was haar doorbraak. You're No Good. Feeling better, not ever through. Feeling better. Het was van een schrijver, Randy Goodrum. En die schreef elke keer schreef een stukje voor dit liedje. En dan dacht hij, het is helemaal niks. Het wordt ook niet wat, het is niks. Toch heeft hij doorgeschreven. En heeft het aan een zangeres in Canada gegeven. Het werd een nummer 1 hit. Gelijk. Dus hij had het eigenlijk onterecht. Hij had het niet helemaal bij het juiste eind daarin. En jullie kennen het waarschijnlijk allemaal. Daarnaast 100.000 keer gecoverd door allerlei boybands. Maar het origineel is van Anne Murray, You Need Me. I'm
so, my soul. You bought it back for me. It helped me out and gave me dignity. Somehow you needed me. You give me strength to stand alone again, to face the world. Misschien een beetje hebben gevolgd. U weet dat ik heel erg van de country ben, hè? Ja, echt country. Ja. En ook door is goed bij schilderen. Dank u wel. dat moet ik even uitleggen ook, hè? Want van jongs af aan ben ik ook met Linda Ronstadt. Dat was echt West Coast, hè? En die kwamen samen. Together begin ik helemaal het Engels. Die kwamen samen met de Burrito Brothers allemaal. De Flying Burrito Brothers. En die zakten af naar Nashville. En zo kwamen de West Coast en de country een beetje bij elkaar. Nou, dat waren heel veel oude artiesten. Hè? Dus de jaren 80, 70 artiesten. Dat waren eigenlijk de beste artiesten in mijn opinie. Maar nu heb je tegenwoordig hele goede nieuwe zangers en zangeressen. Vanuit Nashville ook weer. En eentje daarvan, als jullie haar nog niet kennen, moet je haar maar eens opzoeken. Ashley McBride. En Ashley McBride is een van de... Nou ja, het is echt, ga maar eens bekijken. Je bent gelijk verkocht als je haar hoort. Dit liedje, ook de teksten, want daar gaat het over in country. Dat vind ik zo mooi. Want mensen denken dat het alleen maar over trucks en zo gaat. En over bier en vrouwen. Is niet. Want het gaat ook over andere dingen. Zoals dit. In dit geval gaat het over een liefde. Die vertrokken is. Maar je hoopt wel dat het ooit nog een keertje uitgaat. Zijn hier mensen die van de Alles Kan Kapot Club zijn? Niet, nee, hè? Nee, die generatie. Nee, als ik zo kijk, nee, dat doen we hier niet. Nee, dat zie je. Nee. Zij ook niet, maar ze vraagt wel heel netjes aan die kerel van, oh jeetje, mocht het ooit uitgaan, kom dan goed. If you're tired of being happy. I just got in, got a letter catching up to me.
hadden het net al over de band Little Feat, Lowell George, ook een van mijn grote helden. En die hebben een heel mooi liedje geschreven. En dat heet Willin. Dat gaat eigenlijk moet je lesbisch zijn om dit te kunnen zingen. Want hij gaat dat wel over truckers eigenlijk, als ik er zo over nadenk. Ja, nou, doe maar gewoon. Maakt allemaal geen bal uit. Hartstikke woke liedje. Kan gewoon in deze tijd. Willin, het gaat over weed, white and wine. En daar bedoelen ze gewoon de snoef mee. Dus in die tijd namen ze het allemaal niet zo heel nauw met de drugs en de drank. En daar gaat dit liedje over. Me back. I fall down on my
to see you again. Martijn! Nou, voordat we naar de iets bekendere nummers gaan, gaan we nog naar een liedje van mij. Dus die kunnen jullie denk ik niet kennen. Hij is wel vaker Prado 2 en zo gedraaid. Daar was ik heel trots op toen. Maar eigenlijk was het een grotere hit in Amerika. Ik was in Nashville ben ik regelmatig. En dan kom ik ook in Jackson, dat is daarna. Dat kennen we allemaal van Johnny Cash, hè, van het liedje Jackson. Nou, dat, die Jackson. En ik liep daar en toen wilden mensen bij mij op de foto. Ik dacht, ach, dat is niet goed. Dan hebben ze niet goed, ze verwarmen met iemand anders. Maar het bleek dat mijn clip heel vaak op de radio en op tv daar gedraaid werd. Dus het was, was daar een bekender liedje dan hier. En ik heb dat geschreven samen met James Sayer. Misschien hebben jullie van hem gehoord. James Sayer is een Engelse artiest die heel goed gaat nu in Nederland ook. En met hem heb ik dit samen geschreven. Het is een beetje in de Michael McDonald vibes ook. Het zit van allerlei helden van mij van vroeger zitten daarin. Dus ik ben heel benieuwd of jullie een beetje mijn helden uit dat liedje kunnen halen. 70's Child. Ja, straks. Ja, er is ook een prijs straks. Hè. Degene die het goed heeft, die mag hier een liedje komen zingen straks. Ja? En ze krijgen een biertje van mij als ze dat willen. Ja? Eigen hem van aardes, jongens. Woe! Dat is een extra applausje waard om te vinden. Dat zeg ik bij iedereen die hier naar gaat doen. Toch? Opnemen. Oh, jongens, even één ogenblikje. Ja, wat nemen wij allemaal, jongens? Ik doe de rest nog wat. Ja, dank je.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and then I watch them roll away again. I'm gonna see at that other bay, watching the tide roll away. I'm gonna see at the dark of the bay, wasting time. Come on, guys! Hey! Left my home in Georgia, headed for the first gold bay. I got nothing to live for, nothing's gonna. Ja, zingen mag ook hoor. Ik hoor sommige mensen fluiten en zuiver ook nog. En de rook is nog hoe doen, hè? Zeg je? Nog één keer. Ja, echt hè. Ach man, die heeft veel te kort geleefd. Veel te kort. Die had nog zoveel mooie liedjes moeten schrijven. Als jullie goed op hebben gelet, hebben jullie net ook een van mijn heldinnen in het liedje kunnen ontdekken. Janis Joplin, inderdaad. We zijn met één laatste liedje aangekomen. En dit is eentje van Janis. A Piece of My Heart. Yes! Like you are the only man.
Nou, voordat jullie zelf zo meteen het podium mogen betreden. Wacht even, zoek maar mijn plek. Ik ben altijd alles kwijt. Ik ben echt zo chaot. Ja, ik heb hem. Ik wil wel harder sporten, merk ik. Ik hijg als een paard. Ja, zal ik gaan proberen om dat niet door het volgende liedje heen te laten klinken. Ja? Gelukkig zing je beter. Je zingt beter dan ik sport. Ja, ik heb het dames en heren, voordat we ons laatste nummer doen. Lana Wolf. Hey. Dank jullie wel. Nou, eindelijk na twee keer bezet te zijn. Hè. Mijn schuld, hè, was twee keer ziek. Eindelijk heb ik deze sessie hier mogen doen. Ik vond het echt te gek om hier nu voor een vol café te staan, hè, in plaats van een stream voor 30 mensen. Want dat was de laatste keer, mochten mensen niet zingen, ze mochten helemaal niks. Dus ik zou het wel heel erg op prijs stellen dan, hè. Want ik ben helemaal van wezen hier naartoe komen, dat jullie dan wel even met zingen. Ja? Oké? Okay? We doen ons best. Zeker. Nou, ik heb allemaal hele goede stemmen al gehoord net. Volgens mij loop je allemaal muzikanten rond en allemaal zangers. Dat is altijd het moeilijkste publiek, hè? Ja. Ja. Dus ik wil jullie straks allemaal horen. We gaan afsluiten met een liedje. De tekst is laag. Wat zeg je? De tekst is laag. Ja, het is laag. Het is heel, echt heel makkelijk. Ik wil ook nog even de band bedanken hier. Want zonder de band... Dankjewel jongens voor het inspireren van alle liedjes. Gek, dankjewel. When my feelings faded as my dream, Bobby thumbed the diesel down just before it rains and rolled.